Welkom bij Cursed Island met Jean Genie. Ah, een skelet met een pompoenhoofd. En eentje zonder. Kijk of die wat geeft. Oh. God. Die ben wel vervelend. Ja, heb eens. Goed. Even de boel opruimen eerst, hè. Zo doen we dat. Nou, ik ben gelijk alweer 3,5 hart kwijt. En kijken of deze spin wat wil geven. Ja. Ook niks. Oké, ook niks. Goed. In de vorige aflevering... Oh, er staat er nog eentje daar. Maar goed, eerst de boom. In de vorige aflevering hebben we gekeken... naar die plek waar ik die steen op heb gezet. Nou... Je zou verwachten dat ik daar direct mee doorga. Dat zie je wel. Ik wil eerst even wat andere belangrijke dingen doen. Zoals nieuwe bomen planten. En... Wat denk je? Oh, creeper. Ik ben blij dat ik een boog heb gekregen. Mooi. Lee. Nou. Eerst eens wat belangrijke dingen doen. Zorgen dat ik een plek krijg. En zorgen dat ik meer eten krijg als alleen maar appels. Dus, ja. Dus mijn tuintje. Nog niks opgeschoten. Waar ik dus de vorige keer mee opgehouden ben, daar wil ik eerst mee verder gaan, voordat ik die steen gaf. Allereerst, ja, ervoor zorgen dat mijn plekje hier veilig blijft. Zo. Ga eerst terug naar de waterkant. Heerlijke eerie geluidjes. Even een goede plek uitzoeken. Want weet je, eten is heel belangrijk en die appels die zijn natuurlijk zo weg. En de bomen hebben nog geen nieuwe appels gegeven, dus... is dit een goede plek? Ah ja, zand, hè? Zo, gaan we verder. Dit is ook echt voor de beginners natuurlijk. Voor de mensen die niet bekend zijn met het spel. We leggen er aarde in, want ja, die zaden willen alleen maar dus op aarde en niet op zand. En we hebben 12 zaden, dus ik kan 12 plekken. We planten. Eerst met een hoe. We moeten de grond met je tillen. Zo heet dat. In het Nederlands. En even de omgeving vrijmaken, want als je dan namelijk op die getilde grond springt, even de herrie uit, zo, dan wordt het weer gewoon aarde en dan doet het zaad het niet. Dan gaat het zaad er weer af. Nou, even kijken, even oriënteren. Het ziet er allemaal heel rustig uit. Welkom terug bij deze eilandmap. We hebben de vorige keer dat aangelegd en daar nog een... We gaan verder. Je hoort mij misschien heel ver op de achtergrond praten. Dat komt omdat ik
op zich al opnames had gemaakt en de microfoon wilde niet goed werken. Dus ik maak nieuwe opnames en ik praat er gewoon overheen. Ik probeer ongeveer hetzelfde te zeggen als wat ik hier heb gezegd. Dus ik vertel dat ik me aan de regels moet houden van deze map. En dat ik eigenlijk niet verwacht nog veel meer bijzonders te vinden op het eiland zelf. Al wat ik al heb gevonden. Inderdaad, we zien wel. Het is een behoorlijk verlaten eiland. Ja. Even de gekapt en de appeltje is fijn. Oh, ik wist niet meer wat er in het boek gestaan heeft, dus ik ga dat opnieuw bekijken. Build the shelter, find the diamond, craft three coal blocks, find the cursed dungeon, find the pumpkin's man hideout, find the secret library, make a full set of iron or diamond and a tool. Ja, ja. Hey, ik heb botten. Zo, kan ik mijn wiet bemesten? Oftewel mijn graan. Ik moet even kijken waar precies die ingang van aan de berg zit. Vanaf deze kant. En daar is het al. Daar is mijn tuintje. En dan ga ik het gewoon bovenop doen. Zo. Dat is niet voldoende. Dus doe het andere pot doe ik ook. Zo. En dan kan ik oogsten. Zo. Dan heb ik drie graandingen. Dan kan ik brood maken. Ga ik niet nu doen. Ik ga het eerst even opbergen. Maar ik heb in principe nu een brood beschikbaar. Dat kan je ook eten. Die zet ik even weg. Even kijken. Ik heb nog 4 charcoal. Ja, ik doe er nog eentje in, want we hebben niet zoveel kool gevonden als dat ik zou willen. Zo. Ja. Ik ga nog even door met hout hakken. Ik ga dat ding opeten. Want ik ben alweer 4,5 hart kwijt. Zo. Hoop ik dat er nog een appel uitkomt. En dan gaan we even bij die steen kijken. Tenminste, naar deze boom. Het is echt een beetje gek om een ding wat je eigenlijk al ingesproken had, om die nogmaals in te spreken. Maar we doen het maar. Want ja, ik kan het niet nog een keer filmen. Daar wil ik dus een ladder en een trapdoor van maken, zodat ik beneden kan kijken en er ook weer uit kan komen. Want ja, je kan natuurlijk gewoon naar beneden gaan. Met je ding. En jezelf weer omhoog stapelen. Hier even kijken of het gaat echt aanzienlijk sneller. Dat kan je zien. Nou, we hebben zo'n beetje het hele eiland wel bekeken. Tenminste, dat denk ik. Dus nou, hier wilde ik wat gaan maken. Daar moet ik ook niet al te lang mee wachten. En die, dat gat in de grond daar, dat wacht wel. Dat gaat niet weg. Nog een appel. Ja, moet regelmatig checken of de bomen saplings laten vallen, appels laten vallen. Want anders is het gewoon weg. Dat is zonde. Die irritante hoge grassen.
Het, je kunt er amper doorheen kijken. Ja, misschien krijg je er ook nog wat zaad van. Hè? Zoals hier. Mooie grote boom. En de zon zakt alweer. Die neem ik mee. Even wachten. Ja, gaan we bed nog niet verplaatsen. Ja, ik spawn daar toch, dus als ik dood ga. Ik ga mijn bed pas verplaatsen als ik ook echt een plekje heb waar ik gewoon kan wonen. Helemaal niks. Oh, toch nog. Een hut. Ja, we hebben natuurlijk flink wat hout nodig om het huis te kunnen maken. Dus een vaste plek is wel echt wel net zo prettig, want de rest wacht gewoon wel. En ja, ik weet dan wel hier dat hier iets is, maar van de anderen weet ik het natuurlijk nog niet. Op de grond en de berg naar. We gaan met ons geweldige huis beginnen. Ja, moeten we wel ruimte maken. Het is echt niet zo'n groot huis, is helemaal niet nodig. Maar het is wel fijn om... Zo, frame staat er alweer bijna. Zo simpel kan een huis zijn. Ja, ik heb natuurlijk niet helemaal niet veel ruimte nodig. Ik moet gewoon een bed kwijt kunnen. Ja. Ik wil er wat glas in hebben. Nou, wat een ruimte, hè. Meer hout nodig natuurlijk. Ja, ze houdt alweer bijna op. Ze moet alweer nieuw kappen. Een beetje fatsoenlijke boom uitzoeken. De buurman ook. Er zit niet zoveel in. Zo, kunnen we ons huisje gelijk kijken. Ons optrekje. Die halen we weg. Die zetten we erin. Ik doe het, het liefst in de grond, want ik hou niet zo van obstakels die in de weg staan. Even slabs maken voor de vloer en het dak. Oventje erbij in. Dan zullen we die doen tegenover. Zo. Dan kan charcoal erin. Dan kan er wat zand in. Dan gaan we glas maken. Voordat we... Ja. Een beetje doen. Zo. Het is natuurlijk niet zoveel, maar ja. Kleine stukjes. Gaan we eerst het dak maken. Je moet aan de bovenkant klikken en dan komt hij er goed ondersteboven. Een beetje goed ondersteboven terecht.
hol onder de grond. En dan vervolgens. Ik vertel dat ik wel een leuke shelter wil, dat ik meestal een hol onder de grond of in de grond maak, zoals mijn andere daar, mijn eerste shelter. Ja. De boom helemaal niks gegeven. Ik had... En die boom die heeft wel wat gegeven, maar ik zag het eerst gewoon helemaal niet. Ik heb wel saplings, maar geen appels. Nee, niet echt. Zo. Nou, kunnen we weer wat planken maken. Kunnen we weer verder. Het is een langzaam proces. En ja. Daar zit nog in. Ja, daar zit in ieder geval al iets in. Paints. Instappen. Dat is goed voor het uitzicht. Je kunt het natuurlijk lekker simpel houden. Ja, net één te kort. Dat is niet lief. Dat vind ik niet lief. Ja, kijk nog. Ja. Nou, kan ik goed kijken. Doe ik het weer? Ik kan natuurlijk gewoon met shift kan alles in één keer pakken. Ja. Wat kool erbij in? Zeer kool straks. Want we hebben. Ja, dat is voor de lichtjes. Ik wil natuurlijk niet dat er iets in huis spant. Ik ga de deur halen. Ja, dan ga ik mijn bed halen. En hier wil ik het bij laten, deze aflevering. Dan gaan we de volgende keer gewoon weer verder. Met onderzoeken, met bouwen en alles wat nodig is om deze kaart te spelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Dag!